Welkom allemaal, het is bij mij bijna 8 uur. Ik ga even mijn scherm anders indelen, zodat jullie mij ook kunnen zien. Als het goed is, zien jullie mij nu? Ja, ik ga het even zo laten. Laat even weten in de chat of dat je mij goed kunt horen. Dan kan ik zo van start gaan met deze SA Ranking Training. Ik zal een beetje naar links en naar rechts kijken. Ik heb twee schermen, zodat ik jullie in de gaten kan houden of dat jullie vragen stellen, ja of nee. En of dat mijn scherm duidelijk zichtbaar is in dit geval. Laat even weten of dat je mij goed kunt horen. Dan weet ik dat alles werkt. En dan kunnen we over een minuutje van start gaan. Oké, super. Ik zie wat reacties binnenkomen. Dit is een live training van SA Ranking. Wat ik eigenlijk van jullie dan verwacht is, heb je een vraag? Ik zet hem even hieronder neer. Heb je een vraag? Laat het ook weten in de chat. Ik probeer meteen even te reageren. Mocht ik een vraag voor jou zien, laat het weten in de chat. Dan zorg ik ervoor dat het allemaal goed komt. En dan gaan we ervoor zorgen dat ik ook jouw vraag meteen kan beantwoorden. Het moet een soort interactie worden. Probeer ook gewoon een vraag te stellen. Je hoeft je vinger niet op te steken. Gewoon roepen en dan komt het helemaal goed. Bij mij is het ondertussen 8 uur. Ik ben Patrick Heijmans. Ik ben eigenaar van Webwinkel Community. En ik ga jullie vandaag meenemen in een SA Ranking Training. Ik laat je zien wat je er allemaal mee kunt. Wat de mogelijkheden zijn. En als je vragen hebt, laat het vooral weten. Dan kan ik ze voor je beantwoorden. Ik ga mijn scherm even delen. Ik zal dadelijk switchen tussen een demo-omgeving en een live-omgeving. Dus mijn eigen SA-ranking-omgeving. Want daar heb ik wel gekoppeld met bijvoorbeeld Google Analytics en Google Search Console. Dan kun je ook daar de data van zien. Lijkt me wel eens handig dat je dat ook weet. Oké. Als er vragen zijn, nogmaals. Laat het weten, dan ga ik nu van start met SA Ranking Training. Ik zal mezelf even wat kleiner maken. Als je inlogt bij SA Ranking, dan zie je in principe je dashboard. Ik heb hier even twee webwinkels aangemaakt, in dit geval Coolblue en 123inc.nl. Mocht dat nog niet zo zijn en je start helemaal vers vanaf SA Ranking, dan kom je eigenlijk binnen bij een project wat je aanmaakt. Er zijn ondertussen ook de vragen die ik heb gelezen. Dat je wil weten. JP, jij stelt de vraag, is dit de juiste vraag? Ja. Of het is de juiste plaats? Ja, zeker de juiste plaats. Stel gewoon je vraag. Het maakt niet uit waar je hem plaatst. Ik zie hem voorbij komen. En dan ga ik hem ook zeker behandelen. Vooralsnog heb ik dus de vragen gezien. Ik probeer het zo basic mogelijk te houden, maar toch een klein beetje de diepte in te gaan, zodat we voor iedereen de juiste vragen kunnen beantwoorden en kunnen aangeven dat wat er mogelijk is. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Nou, we beginnen met de SA Ranking Dashboard. In het dashboard hier kun je aangeven wat je website URL moet zijn. Laten we gewoon even mijn pakken. NL. Titel. Ik doe het dan even op deze manier. Let op dat je hier altijd even je domein pakt. Ik heb in dit geval geen groepen geselecteerd. Wat er voor mij belangrijk is, dat ik dus de groepen kan onderverdelen in bijvoorbeeld SEO-klanten, SEA-klanten of potentiële klanten. Dit is meer voor de grotere bedrijven. Heb je een webwinkel, dan denk ik niet dat je de groepen gaat gebruiken. Nou, de zoekratio is 100 of 200 zoekresultaten. Ik zet hem altijd op 100. Gewoon om het feit dat 200 vind ik een beetje overdreven. Dat is niet nodig. Nou, wie krijgt er toegang? Alleen ik, gebruikers, kan ik daar nog toevoegen. Kom ik later bij. Of klantaccount kom ik ook later bij. Je wekelijks rapport. Wil jij die ontvangen? Ja of nee?
krijg je automatisch een rapport in je mailbox met alle statussen van dien. Ook zo met de website audit. Wil je die ook wekelijks ontvangen? Laat het hier even aanvinken en je krijgt het gewoon in je mailbox. Makkelijker kan het eigenlijk niet. Nou, dan kunnen we zoekwoorden handmatig toevoegen. In dit geval wil ik weten of dat op mijn naam, hoe hoog ik rank op mijn naam. Maar ik kan ook zoekwoorden importeren. Mocht ik te snel gaan, laat het even weten. Hè? Want voor mij is het natuurlijk gesneden koek. Maar ik ga ervan uit dat het voor jullie allemaal nieuw is. Laat het even weten mocht ik te snel gaan of mocht je iets willen weten. Stel gerust je vraag. Mijn zoekwoorden. Meestal weet ik wel waar ik op gevonden wil worden. Die kan ik hier neerzetten. Ik kan ze ook importeren. Importeren uit Analytics. Dan maak ik een koppeling met Analytics. Ik kan een CSV-bestand hebben waar ik kan laten zien van of die ik heb gemaakt een tijdje terug. Dan importeer ik hem uit het CSV-bestand. Of een XLS-bestand. Voor deze demo pak ik gewoon even een paar voorbeelden. Webinkadviseur. Nou, ik kan ze ook nog indelen in mappen. Of groepen in dit geval, maar ik vind het mappen. Je kunt denken aan categoriepagina's, je kunt denken aan producten, je kunt denken aan algemene zoektermen en andere zaken. Doe ik hier even algemene zoektermen. Ik zal straks in de live omgeving wel even laten zien hoe ik dat ingedeeld heb. En op die manier kan ik dus die zoekwoorden toevoegen. En dan kun je hier zien dat dit onder de algemene zoektermen staat. Deze kunnen we eventueel nog later aanpassen in producten. Dan moet je dat doen. Producten. Enter. Opgeslagen. Nou, we kunnen ook nog zelf suggesties krijgen. Wil ik even weten wat SEO-ranking zegt van hey, daar word je op gevonden. Heijmans Patrick, Webwinkel Community. Oh, ik zie even een chat binnenkomen van Diana. Ze keek op YouTube, maar er staat de chat uit. Excuses, Diana. Dan moet ik daar even later naar gaan laten kijken. Want het is een beetje vreemd dat hij daaruit staat. Mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat je hier wel je vragen kunt stellen. We waren ondertussen bij de zoektermen. Nou, dan wil ik deze ook nog toevoegen en die wil ik in de producten hebben. En dan voeg ik die toe en dan staat die heel makkelijk bij de producten. Dan klikken we op volgende en dan kan ik mijn zoekmachines toevoegen. Ik wil Google toevoegen en in Nederland. Mocht je nou echt in een locatie zitten waarbij je dus zeg maar alleen Amsterdam verkoopt, dan kun je ook nog Amsterdam als locatie toevoegen. En dan pak je echt specifiek die locatie. Ook die zoekvolumes en het zoekverkeer. Dus mocht je echt in de buurt zitten en lokaal iets verkopen, dan kun je dat hier nog toevoegen. Voor nu laat ik dat even leeg. Die zoekmachine voeg je toe. Ik voeg ook altijd nog even Bing toe. Gewoon om het feit dat Bing ook best wel een grote zoekmachine is. En een hele hoop mensen vergeten die wel. Zeker toevoegen kun je ook zien dat je daar best wel op gevonden gaat worden. Concurrenten. Nou, heb ik concurrenten? Ja, dat denk ik wel. Dus die ga ik even toevoegen. Zelf weet je natuurlijk ook wel wie jouw concurrenten zijn. Mocht je het nou niet weten, dan laat SEO-ranking dat later nog zien. Ik zal dit ook nog wel even toevoegen. Nou, laten we zeggen dat één concurrent Google.com is. Dan kan ik die toevoegen aan mijn concurrentlijst. En hij stelt ook nog even de concurrenten voor. Webwinkel, Keur, Media, Web, e-merse. Nou, bedankt. Vind ik mooi om ertussen te staan, zullen we maar zeggen. Die kun je ook gewoon heel makkelijk op deze manier toevoegen. En dan voeg je hem toe als zijnde concurrent. Je klikt op volgende.
Dit stukje kan ik even niet doen, maar het spreekt eigenlijk voor zich. Je verbindt met Google Analytics. Dan krijg je een pop-up om te verbinden met Google Analytics. Kies daar even jouw eigen account op en verbind met Google Analytics. Hetzelfde geldt voor Search Console. Dit is evenwel wat meer werk dan alleen even verbinding maken. De pop-up krijgen jullie niet te zien. Maar je dient even een mailadres toe te voegen. Gelukkig is daar een hele makkelijke helpfunctie bij. Mocht je er niet uitkomen, schiet mij even aan. Of vraag het aan een SA-ranking of kijk even bij de help. Heel makkelijk om toe te voegen. Ja, en in principe ben je dan al klaar. Dan heb je je webshop of je website toegevoegd aan SA-ranking. En dan gaat SA-ranking eigenlijk al meten en kijken wat er gaat gebeuren. Nou, we zien hier zoekwoorden. Ik zie dat 2 pagina's zijn geïndexeerd. Ik zie dat mijn website order 81 van de 100 is. En ik zie dat de ranking op 9 juli 2020 geüpdate is. Nou, hier staat mijn puntje. Vandaar ook dat ik de data die hierin staat al wel langer heb laten lopen. Zodat jullie kunnen zien wat er allemaal mogelijk is. Nou, we kunnen in een periode van een week kunnen we kijken wat er gebeurt met de ranking, maar ook van 3 maanden en van 6 maanden. Dan kunnen we laten zien het voorspelling van het webverkeer. Dus wat verwachten we dat het gaat doen? Nou, we zien eigenlijk hier gewoon een redelijk strakke lijn van Coolblue. De zoekzichtbaarheid. Dus hoe goed word je gevonden en hoe goed word je niet gevonden? En hoeveel procent van je zoekwoorden staat in de top 10? Dan zie je dat hier Coolblue steeds beter vindbaar wordt. Steeds meer percentages van de zoekwoorden die staan in de top 10. Makkelijk om dadelijk een hele lijn terug te zien. Is dit voor iedereen duidelijk, het dashboard en waar je nu staat? Laat het even weten in de chat, dan weet ik dat jullie dit snappen. En dan kan ik zo naar het volgende stukje gaan. Ik zit trouwens op de nieuwe interface van SA-ranking. Ik kan nog terug naar de oude interface als ik wil, maar ik vind deze toch wel iets prettiger werken. Dus vandaar dat ik even op de nieuwe interface zit. Is allemaal duidelijk, ga ik vanuit. Hier kunnen we ook nog even zien hoeveel zoekwoorden we hebben toegevoegd per website, wat de gemiddelde positie is, de domeinautoriteit, hoe hoog scoort jouw domein en de geïndexeerde pagina's. Mocht je dat nou anders willen zien, dan kun je hier ook nog altijd de pagina's aanpassen. Ik vind dit gewoon een handige layout. De rest van die pagina's hoef ik niet te zien. JP zegt wel opvallend dat de lijn van 1, 2, 3, 1 helemaal strak loopt. Ja, die loopt helemaal strak. Hoe komt dat nou? Omdat ik ook maar 13 zoekwoorden heb toegevoegd. Ik denk dat ze best wel meer zoekwoorden hebben. En dat die lijn ook een stukje meer gaat kronkelen als deze lijn. Maar inderdaad, goed opgevallen. Ze zitten best redelijk op een lijn. Ook al in Google Nederland in de top 5 posities. Alle 13 zoekwoorden staan in de top 5. Oké, duidelijk. Gaan we van de ranking gaan we naar analytics en verkeer. Ik pak daar even Coolblue uit. Analytics en verkeer ga ik even hier uitloggen. En dan log ik even in op mijn eigen account. Dan kunnen jullie ook zien hoe dat eruit ziet. Want dat is wel iets wat belangrijk is, denk ik. Gaan we naar analytics en verkeer, pak ik even een site eruit. Moet ik ook even analytics en verkeer. Nou, wat we hier zien, ik heb Google Analytics gekoppeld. En ik heb Google Search Console gekoppeld. En ik kan mijn data range kan ik hier aanpassen. Nou, deze staat gemiddeld op een maand. Laten we netjes staan, ook hij wordt gecontroleerd met een maand daarvoor. Dus dat zie je hier. We zien hier het aantal sessies, het aantal gebruikers, page views en waar ze vandaan komen. Ook het verkeer, waar komt het verkeer vandaan? Eigenlijk alles wat je in Analytics belangrijk vindt, zie je hier terug. Meteen in jouw dashboard van SA-ranking. Dit is op zich nog niet zo heel spannend. We kunnen ook zo het verkeer gaan controleren. Nou, organisch verkeer, betaald verkeer. Nou, dat zal wel niks zijn hier, denk ik. No data. Nee. Dus
Het organisch verkeer kun je zien, je kunt het betaald verkeer zien. Referral, dus komen ze van affiliates of van andere referrals af, kun je dat daar laten zien. Even kijken, oké, Diana, je bent het helemaal kwijt. Het gaat veel te snel van hot naar her. Ik probeer het van boven naar beneden af te werken. Dus we hebben net een website toegevoegd. En een website toegevoegd krijg je je data. Vanaf het toevoegen van de website kunnen we Analytics en Search Console toevoegen. Als we dat hebben gedaan, dan krijgen we de data binnen. Vanaf deze data ga ik eigenlijk van boven naar beneden, ga ik door SEO-ranking lopen. Het is inderdaad best wel veel, dat moet ik toegeven. Alleen ik probeer het wel van boven naar beneden af te werken, omdat dit ook wel een belangrijke of een goede volgorde is om te gebruiken. Mocht je nou echt niet weten, stel gewoon je vragen. Hè. Het kan gewoon. Ik zit daarvoor en ik probeer je op alle manieren te helpen. Het gaat niet van hot naar her. maar ik probeer het heel gestructureerd van boven naar beneden af te handelen. We hebben dus Google Analytics en Google Search Console gekoppeld. Wat we dan kunnen zien, en dat is het mooie daarvan, is dat we kunnen zien dat we met bepaalde zoektermen die we dus hebben ingevoerd in onze in het begin hebben we de zoektermen ingevoerd. Nou, die kunnen we hier terugzien. Dus hier zie je bijvoorbeeld brandnetels bestrijden. Zoekvolume van 720. En we zien hier de snippet zoals die ook daadwerkelijk in Google Analytics te zien is. Nou, dit is wel heel makkelijk. Want zo kunnen we dus zien wat er gebeurt en hoe dat Google Analytics het ziet. Hier zie je dus ook dat het zoekvolume Bushcraft, dat die hier dus drie resultaten van FAQ weergeven. Hoef je dus niet exact meteen in Google Analytics of in Google te kijken. Hier zien we ook onze gemiddelde positie. En dat is niet van dit zoekwoord, maar van jouw totale website. Gemiddelde positie, traffic forecast en search visibility. Voor nu niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is je Google Search Console data. Hier zien we eigenlijk alles terug wat Google Search Console rapporteert. Alleen dan in wat hapklarere brokken en wat overzichtelijker wat mij betreft. Hier kan ik dus zien waarop gezocht wordt. Dit zijn de zoekwoorden waarop gezocht wordt. Wat de posities zijn van die zoekwoorden. De gemiddelde positie, het aantal kliks van die zoekwoorden. Gaat ook wat snel voor mij, zegt Petra. Oké, het is best veel. Misschien moeten we hem later nog een keer opdelen in verschillende stukken. Want het is best een aardig stukje software wat je hier hebt. Dus ik hoop dat jullie toch nog 50% van wat ik vertel ga onthouden. Dan is dat ook al meer dan voldoende. En mocht je nog extra vragen hebben, schiet mij gewoon naar deze training gewoon aan. Dan help ik je daar verder mee. Wat we hier dus zien, is data uit Google Search Console. Ik zie het aantal click-throughs, dus hoe vaak wordt er op een zoekwoord geklikt als die getoond wordt. Nou, op deze positie 2 wordt daar 1,98% op geklikt. En hij wordt bijna 4000 of meer dan 4000 keer wordt die weergegeven. Is op zich best goed, alleen dat zou misschien iets beter kunnen. Dus dan zouden we kunnen zeggen, wat gaat daar nou fout? Dan zouden we deze specifieke pagina erbij moeten pakken. En vanuit daar gaan onderzoeken of dat misschien de meta-description of de meta-title nog beter kan. Dit is echt wel next level. Dus voor nu even niet belangrijk, denk ik. Dit is dus de koppeling met Analytics en Google Search Console. Die ga ik nu weer even verlaten en ga ik weer even terug naar demo-account. Hebben we dan het volgende gezien. Dit gaat nog allemaal, linkerkant gaat echt alleen maar over je projecten. Hierbovenin dadelijk hebben we nog wat andere tools. Die zijn echt zeker het moeite waard om te zien. Vooral blijven kijken, zou ik zeggen. We waren gebleven met de concurrenten. Nou, bij Coolblue kunnen we hier de concurrent ingeven. Hebben we ook gedaan. Dan kunnen we zien wat de concurrenten doen ten opzichte van onze eigen website. Dus ik heb de 27 zoekwoorden bij Coolblue heb ik ingegeven. Daar gaat SEO-ranking ook kijken wat bol.com en wat Mediamarkt doen bij deze zoektermen. Dus dan zien we eigenlijk dat de gemiddelde positie van bol en van Mediamarkt een stuk lager liggen als de positie van Coolblue. Nou, dat zou ook wel kunnen zijn omdat we bij Coolblue natuurlijk ook gewoon Coolblue hebben ingevuld als zoekterm onder andere.
Maar op deze manier kun je wel mooi in de gaten houden. En mocht je echt een goede concurrent hebben die dezelfde zoekwoorden heeft als jou, die ook dezelfde product heeft, eigenlijk alles hetzelfde, dan kun je hem hier in de gaten houden wat hij nou precies doet. Nou, dan kunnen we ook gewoon netjes van 3 maanden terug, of zelfs nog verder, kunnen we terugkijken wat er gebeurt. Nou, de ene blijven allemaal redelijk gelijk. Ik zou dit wel 1 keer in de 9 zo controleren. Kijken, wat doet de concurrentie nou ten opzichte van jou met de zoekwoorden? Zie je nou echt dat de concurrent wat gaat stijgen? Dan kun je eens gaan onderzoeken wat er bij jou misschien verkeerd gaat of wat de concurrent beter doet. Nou, wat hebben we dan nog meer bij de SERP-concurrenten? Dit zijn eigenlijk de concurrenten die je hebt op jouw zoektermen. Nou, laten we eens bijvoorbeeld Google Home nemen. Dan klikken we op Google Home. Dit zijn de posities in de zoektermen, dus echt in de zoekresultaten van Google. Zo zien we hier dat play.google altijd de afgelopen dagen op 1 heeft gestaan. Coolblue zakt daarentegen van 2 naar 3. En dat is vandaag en gisteren is die gezet op het zoekwoord Google Home. Nou, dan kun je dus zien dat Android Planner dus die positie heeft overgenomen. Dan zou ik als Google dus zeggen, oké, jongens, wat is hier gebeurd? Waarom zijn wij 1 positie gezakt op dit zoekwoord? Kun je doorgeven en kun je laten onderzoeken. Zo kun je eigenlijk elk zoekwoord wat je hebt ingevoerd, kun je terugkijken en kun je zien wat op dit moment de positie is van jouzelf en van jouw concurrenten. Dat wat de SERP-resultaten. Alle concurrenten is eigenlijk ongeveer gelijk. Je kunt hier nog aanvinken welke je hier wel of niet bij wil hebben staan. Als dat niet duidelijk is, laat het even weten. Dit is gewoon echt alles en zichtbaarheid. Kom ik later op terug. Dit zijn best wel heel veel data en heel veel gegevens die voor nu niet belangrijk zijn. Maar dat is echt voor een later plan. Een marketingplan. Op zich heel leuk. Precies aan- en uitvinken wat jij hebt gedaan en wat je nog moet doen. Dus installeren van Google Analytics. Heb je dat gedaan en heb je je doel ingesteld, dan kun je hem hier afvinken. Vink je hem af, dan krijg je hier gewoon punten en kun je zien dat je 10% gecomplementeerd hebt. Nou, zo ga je iedere keer het hele stukje af en vink je af wat je gedaan hebt. Het is een mooie richtlijn. Mocht je niet precies weten wat je moet doen, volg deze stappen. En je hebt een ontzettend goede basis voor jou, voor je eigen website of voor jouw eigen webwinkel. Even kijken, Diana. Voor een webwinkel is je zoekwoord dan altijd je product of ook alles wat er omheen hangt. Dat is een goede, Diana. In principe moet je zo denken dat een bezoeker op verschillende contactpunten jouw website gaat bezoeken. Ik weet niet precies welke producten je verkoopt, maar laten we zeggen dat het een Apple is, een Apple of een MacBook. Dan heb je natuurlijk een MacBook, maar je kunt ook MacBook kopen, MacBook Info, MacBook. Ja, er zijn een hele hoop gerelateerde zoektermen die je ook moet tracken of moet volgen. Dat doe je ook in SEO-ranking. Wil niet zeggen dat je elke zoekterm voor elke pagina moet hebben. Het kan best zijn dat 2, 3 zoektermen zijn voor 1 pagina. Dat zal ik je dadelijk even laten zien. Want dan kunnen we precies zien hoe dat zo'n zoekterm en zo'n ranking in de gaten zit. Oké, je hebt een eigen verfmerk. Nou, als dat merk bekend is, zou ik zeker een merknaam toevoegen. Maar ik zou dus ook bijvoorbeeld de kleuren toevoegen. Zoveel mogelijk. Kijk ook in Analytics waar je op gevonden wordt. Voeg die ook toe. Kunnen we ook hier in SEO-ranking zien. Die laat ook meteen zoekwoorden zien die hun denken dat goed is voor jou. Dus zeker zoveel mogelijk proberen toe te voegen. En ga ook kijken wat in Analytics waar je al op gevonden wordt. To-do-lijst. Altijd leuk. Loop hem even door. Sta je er niet blind op als je het niet weet wat het allemaal is, laat het ook gewoon even bezinken en ga daar dan een week of een 2 weken later verder mee. Bedrijfsvermeldingen. Mocht je hier nog niet tussen staan, dan
En mocht je veel tijd over hebben, meld je dan gewoon even bij deze bedrijven aan. Is gewoon weer een extra linkje. En ook weer gewoon zorgen voor een betere vindbaarheid. Ik vind deze bedrijfsvermeldingen wat minder, heb ik ook al aangegeven aan SEO Ranking. Daar gaan we nog wat mee doen. Is voor later. Website audit. De website audit. Die geeft eigenlijk precies aan waar jouw sterke punten zijn en waar jouw zwakke punten zijn. Nou, Coolblue moet nog ruim 53.000 belangrijke punten oplossen. Tenzij ik ze deze maar even doorstuur. Maar het belangrijkste is dat je hier precies kunt zien waar jouw problemen liggen bij jouw site. Geen frame, ja, dat zal een contactpagina zijn of waar je bijvoorbeeld een Google Maps hebt ingeladen, dan krijg je alweer een frame. Niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is deze. Die pagina's. Wat gebeurt nou met je pagina's? Heb je pagina's met een 2xx respons, een 3xx respons of een 4xx? Het belangrijkste om in de gaten te houden is de 4xx. 2 is gewoon goed. Die kunnen site benaderen. Is geen enkel probleem mee. 3 is ook altijd goed. Is een redirect. Dus die wordt doorgestuurd naar een andere site. Alleen een 4xx wil zeggen dat er 21 pagina's zijn die weg zijn. Die niet gevonden zijn. Die Google ook niet kan vinden. Dus gewoon een doodlopende pagina. Klik op hier op het linkje. Dan zien wij precies welke pagina's dat zijn. Dus deze pagina's, als ik daar naartoe zou gaan, dan zie je ook, die pagina is niet gevonden. Dus dat wil zeggen dat Coolblue hier 21 pagina's heeft met een error. Nou, en waar komen ze vandaan? Dan kun je hier ook nog kijken, deze pagina. Op deze pagina staat deze pagina, die dus een 404 error geeft. Dit is ontzettend handig en je kunt hem exporteren om door te geven aan je websitebouwer, maar je kunt ze ook zelf bekijken en zorgen dat je die links oplost. Dit is een van de grootste pijnpunten van bezoekers als ze op een 404 pagina uitkomen. Nou, scrollen we hier verder door, dan kunnen we ook nog zien pagina's met te lange URL's of pagina's die te groot zijn. Allemaal zaken die wat mij betreft niet topprioriteit moeten hebben, maar zeker wel aandacht moeten hebben. Pagina's die te groot zijn, dan betekent gewoon dat je website wat trager wordt, dus die moet je als eerste fixen. Daarom staat er ook gewoon een kruis voor. Te lange URL's, ja. Heb je tijd over, ga ze dan een keer verkorten, maar vergeet ze dan ook niet te redirecten. Zo loop je hele website door. Die krijg je dus ook in de mailbox als je het hebt aangevinkt. En zo ook met je content-analyse. De link-analyse, die wordt hier ook nog eens een keer getoond. 15 externe links met een 404. Dat betekent dus ook dat jouw externe pagina's dus een 404 hebben. Dat is ook weer niet goed. Nou, dit zijn dan toevallig allemaal images. Maar je kunt je voorstellen, als jij een externe link naar een andere pagina hebt, dat een probleem geeft, want dan geef je eigenlijk een verkeerde gebruikerservaring af. Houd daar dus gewoon rekening mee. Wanneer is een pagina te groot, vraagt JP. Nou, dat is bij het aantal MB's, zeg maar. Ik zal hem eens even terugpakken. Kan ik hem hier zo vinden? Pagina's die te groot zijn. Je dient rekening te houden met te veel tekst, in ieder geval niet, maar hou rekening met de plaatjes, eventueel scripts die erin staan waarbij filters of andere zaken ingeladen moeten worden. Het kan best zijn dat je per pagina even moet kijken wat gebeurt er nu, wat wordt er ingeladen en waarom zou de pagina te groot zijn. Als we bijvoorbeeld hier een pagina gaan kijken, de homepage, aanbieding. Het kan best zijn dat Google heeft hier zoveel afbeeldingen staan, dat er 1 of 2 afbeeldingen misschien wel niet ingeladen worden, een 404 pagina geven, een 404 error geven. Allemaal data die ervoor zorgt dat dus de pagina te groot wordt. Hou daar rekening mee en kijk gewoon hoeveel pagina's je hebt. Dit zijn wel ontzettend veel hoor, meestal heb je er niet zoveel. Gaan we verder kijken, dan kun je hier ook bij de afbeeldingen analyse
ook weer afbeeldingen zien met een 404-status of een 400XX-status. Dit vind ik echt de belangrijkste om te kijken van oké, wat gaat er nu mis met mijn site? Al die 404-pagina's, die moet je gewoon oplossen. Het is zo'n slechte gebruikservaring als klanten op een 404-pagina landen of een afbeelding zien die niet werken. Die moet je echt zo snel mogelijk oplossen. Een van de belangrijkste punten. Nou, de rest laat ik even wat het is, want dat kun je toch bijna allemaal niet oplossen. De website Audit die heeft hier nog heel veel verschillende andere mogelijkheden. Kijk hier bijvoorbeeld naar de gekrolde pagina's. Dus we hebben hier een overzicht van alle pagina's die je ziet. We kunnen de URL-lengte, de statuscode. Als we hier verder scrollen, kunnen we eigenlijk alles zien per pagina. Ik vind het dus wel een heel mooi stukje om te zien van oké, hoeveel externe links zit er nou in? Hoeveel interne links heeft hij nou? Op deze manier kun je je eigen linkstructuur een beetje in de gaten houden. Kijken wat er gebeurt. Ook de diepte van de pagina's. Er wordt wel eens gesproken dat je niet verder als 2-3 klikken moet zijn. Nou, dat is deze diepte. Gaan we hier dus verder, dan zien we dus, als hij wil laden, zien we dus ook bijvoorbeeld de diepte dat hij bij Coolblue hier rond de 3 zit. Nou, bij sommigen is dat wel belangrijk, bij anderen niet. Houd er vooral rekening mee dat je ervoor zorgt dat, hier heb je groene bolletjes, rode bolletjes, dat je groene bolletjes hebt. Rode bolletjes wil niet zeggen dat het fout is, hè? Want deze zal wel geblokkeerd worden door de robots.txt en daarom is hier rood. No index zie je. Wat betekenen de oranje cijfers? Ga ik even kijken of dat ik die kan vinden, Erika. Waar had jij die gezien? Deze, denk ik. Dit is de omschrijvingslengte. Dus hoeveel karakters heeft dit nou? Nou, dit wordt gewoon niet gemeten omdat hij niet kan meten wat de lengte hiervan is. Even kijken of ik hier verder nog meer oranje cijfers heb staan. Nee. Ik neem aan dat je deze bedoelt. Oké. Dit is de omschrijvingslengte. Ik ga even kijken of ik misschien nog meer kan vinden. Nou, de totale lengte. Dan zie je hier dat de titellengte. Die wordt ook oranje. 75 lengtes van de titel is wat lang. Dat betekent dus dat je bij de oranje cijfers moet opletten wat er aan de hand is. Bij de titellengte is 75 te lang. Dus zit je rond de 60, 65, doe je het goed. Ga je erboven zitten, dan wordt waarschijnlijk jouw titel afgekapt in de zoekresultaten. Hou hier dus rekening mee en op deze manier kun jij snel zien welke lengte wel en niet goed is. Kun je ze eventueel aanpassen. Bij interne links heb je ze ook, zeg je. Ga ik heel even kijken of ik die zo snel kan vinden. En hier zie ik ook nog afbeeldingen. Als je erop klikt, dan zie je dus dat hier 3 afbeeldingen zijn die gewoon niet meer bestaan. Daarom is hij dus oranje. Die afbeeldingen moet je dus gewoon gaan aanpassen. We hebben hier, even kijken of ik jou de interne links hier ook kan vinden. Hier, interne links. Nou, je kunt erop klikken, hè? En dan kom je op de gedetailleerde pagina van die specifieke pagina. Dus hier zie je op die pagina dat deze interne links heeft. Nou, dat zijn er best veel. En als je hier dus verder kijkt, dan kun je zien wat er wel en niet goed gaat. Deze heeft dus geen interne links. En er staan er 103. Deze zal ik eens even navragen hoor, want dit lijkt me niet goed te gaan. Dit is wel een belangrijk puntje. Kijk gewoon wat er nu fout gaat. Klik erop. En dan zie je. Oh, wacht even. Jullie zien natuurlijk niet wat er gebeurt als ik erop klik. Kan ik dat zo laten zien? Nee, kan ik helaas niet laten zien. Als je hierop klikt, dan opent zich een nieuwe tab. En die nieuwe tab, die zien jullie niet. Daar staan echt alle gedetailleerde informatie. En op die manier kun je precies zien wat er eigenlijk fout is op die specifieke pagina van jou. JP, ze hebben bij Coolblue best nog wel wat werk. Ja,
Dat klopt. Alleen ik denk niet dat, dat daar op dit moment de prioriteit van Coolblue ligt. Dus daar doen ze nog weinig mee. Mocht je nou je pagina vaker een audit hebben gegeven, dan kun je even kijken wat er nu veranderd is ten opzichte van de vorige audit. Heel makkelijk om te zien of dat je dus op de goede weg zijn. Zijn al je 404 pagina's weg? Zijn de andere zaken weg? Noem het maar op. Gewoon heel makkelijk om te controleren. De backlink controle kom ik nou op. De backlink controle, wat houdt het in? Dit vind ik wel een hele mooie. Ik heb hier een backlink. Die heb ik gekregen van RTL Nieuws bijvoorbeeld. Kosten, nou is niet verplicht. Die heb ik gratis gekregen. Is ook geen eenmalige betaling. En die is op 9-7. Vandaag is die toegevoegd. Dan kun je hier zien of dat die wel of niet gevonden is. Nou, waarom is dit belangrijk? Omdat je dus op deze manier kun jij jouw backlinks plaatsen die jij gekocht hebt. Dus mocht jij of gekocht of een afspraak hebt gemaakt of een barterdeal met een andere blogger en zegt van, hey, luister, als jij mijn product reviewt, dan plaats jij een link. Nou, die kun jij hier neerzetten. En je hoeft maar één keer in de week hoef je hier maar door te lopen. En dan kun je zien of dat die link wel of niet geplaatst is of juist verwijderd is. Dit is wat mij betreft een van de leukste dingen die je hier kunt zien. Of dat gewoon die links blijven staan. Erika, moet je alle backlinks handmatig invoeren? Nou, bij deze kun je ze handmatig invoeren. Wat hier dan het voordeel van is, als we hier een URL invoeren, dan kunnen we ook zeggen, deze heb ik betaald en die kostte mij 10 euro. Was een eenmalig bedrag en die heb ik vorige week heb ik die gekocht. En dan voeg je hem toe. Dan kunnen we meteen zien of dat de do-follow is, no-follow en hoeveel domeinen en backlinks dat je hebt. Maar je kunt hem ook hier bij de groene knop kun je ze importeren. Nou, je kunt ze in een backlinklijstje importeren. Je kunt ze uit Google Search Console importeren. En je kunt ze via een tekstbestand importeren. Ik zelf doe het handmatig, omdat ik hier alleen de backlinks invoer die ik koop, ruil of met een barterdeal of een andere deal sluit. Je krijgt ook wel eens gewoon backlinks omdat je een goed artikel hebt geschreven of dat je een mooie product hebt of wat dan anders. Die komen dadelijk bij de backlink checker. Even kijken. Jij zegt hij is dus niet gekoppeld aan bijvoorbeeld Ahrefs om daar de backlinks uit te halen. Nee, Ahrefs is eigenlijk hetzelfde als SEA-ranking. Ik zou je daar laten zien wat ik denk dat jij bedoelt. Want daar staan alle backlinks wel in. Dit is echt specifiek om je betaalde backlinks neer te zetten die je ook daadwerkelijk wilt tracken, omdat je daar gewoon geld voor hebt gegeven, een product voor hebt gegeven, omdat je daar een afspraak voor hebt gemaakt. Deze loop je gewoon dan door en dan kun je mensen op de vingers tikken en zeggen, hey RTL Nieuws, de link is niet meer gevonden. Hoe kan dat zo zijn? We hebben afgesproken dat die link zou blijven staan. Zo heb ik zelf al 2 of 3 links dit jaar die niet meer gevonden waren. Ik heb even de oude mail erbij gepakt. Heb ik de mensen gemaild van luister, we zouden dit laten staan. Is niet gebeurd, zou je alsjeblieft de link terug willen plaatsen. En de meesten doen dat dan ook wel. Dit is iets wat je wel handmatig het beste kunt doen. Nou, dan heb je hier gewoon overzicht van oké, hoe stijgt en stijgt jouw backlink? Wat is je enkel cloud? Ga ik even op dit moment verder niet op in. Social media vind ik leuk, maar ga ik ook niet verder op in dit geval, omdat hier vind ik SEA ranking daar niet voldoende goed voor. Wat ik wel ontzettend leuk vind, is de concurrentieonderzoek. Dit is een van de zaken waarvan ik zeg van nou, hier maak je het verschil mee. Een concurrent, noem eens een voorbeeld. Pakken gewoon Coolblue als concurrent. Als je iemand anders een ander voorbeeld heeft of wil zien, hoor ik het ook graag. Oh, vergeet even niet het land naar Nederland te zetten. Dan gaat dat wel goed.
Nou, wat kunnen wij hier zien? We kunnen hier bij de concurrent zien, als we op domein hebben gefilterd, want we kunnen ook nog op URL of enkel domein doen. Zorg dat hier domein staat en dat hier je concurrent staat en dat je je land goed hebt ingevuld. Dan kunnen we zien wat de concurrent aan organisch zoekverkeer heeft. Dus 1,4 miljoen organisch verkeer, zoektermen, sorry. 6,1 miljoen aan organische klikken per maand wordt er verwacht van Coolblue. Nou, we zien hier juni, juli en dit stijgt enorm. Ook het betaald verkeer kunnen we zien. Even kijken, kan die live banner weg? Vraag JP. Ja hoor, dat kunnen we regelen. Hop, en weg is hij. Wat kunnen we hier uit opmaken? Wat ik met dit stukje kan doen, is dat ik kan zien waar mijn concurrent organisch goed op gevonden gaat worden, of goed gevonden is geworden. En op die manier kan ik dus kijken waar eventueel potentie zit voor mij als concurrent. Zo zie ik bijvoorbeeld dat Samsung A50 voor Coolblue 135.000 zoekvolume heeft, staan op positie 1 en levert hen gewoon bijna 45.000 bezoekers op. Nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht van de Samsung A50, hier, Chromecast, Apple. Op die manier kun jij zien wat eventueel goede potentie is wat jij bent vergeten om toe te voegen. Hier kun je dus best veel zien wat er gebeurt. Wat een concurrent doet aan zoektermen. Zo heb ik bij verschillende concurrenten al gezien wat ze doen aan een zoekwoord. En denk van, oh ja, maar dat ben ik helemaal vergeten. Dat is wel een goeie. Dus dan voeg ik hem zelf toe. Dan ga ik zelf kijken hoe hebben hun dat gedaan en wat kan ik beter doen. Maar hier haal je best wel veel uit om te zien wat een concurrent, waar hij zijn verkeer vandaan had. Nou, dan kunnen we hier dus ook zien dat 4,36% van het verkeer van Coolblue komt van het woord Coolblue af. Gaan we dan verder kijken, dan kunnen we hier de posities nog zien. Dit zijn ook van je eigen site gewoon makkelijk te zien. Hè? Dus niet alleen je concurrenten, maar ook van je eigen site. Zien we hier dat eigenlijk Coolblue alleen maar gestegen of gelijk gebleven is op een hele hoop zoektermen. Ook weer leuk dat we dus de zoektermen kunnen exporteren en eventueel in onze eigen settings kunnen importeren of kunnen zien van oké, wat gebeurt er nu, waar zit een goed zoekvolume op en waar kunnen we misschien zelf verkeer van halen om ervoor te zorgen dat dus ook wij beter gevonden worden. Zorg wel dat het altijd relevant genoeg is voor jou om het verkeer dan wel dan niet te pakken. Ook Coolblue heeft gewoon bijna 500.000 zoekwoorden die afgenomen zijn. Zijn gezakt van 2 naar 3. Misschien ook wel weer iets om in de gaten te houden. Hey, waarom zakt een concurrent? En is dat niet misschien een mooie gelegenheid voor mij om juist dat zoekwoord daar wel op te pakken? Nou, de concurrenten die kunnen ook zien wat dan de concurrenten doen. Dit is dan in de zoekresultaten wat de belangrijkste concurrenten zijn. Hier ga ik even niet veel verder op in. Wat ik wel even ga doen, zoekwoordenonderzoek. Ik pak een stukje zoekwoordenonderzoek erbij. Laat ik je even zien hoe dat in zijn werk gaat. Diana vraagt ondertussen nog, hoe vaak gebruiken zij een zoekwoord voordat het zulke resultaten heeft? Moet dat veel herhaald worden? Ik denk dat je bedoelt hoe vaak een zoekwoord op een pagina staat, of niet, denk ik. Dat moet je eigenlijk niet doen. Probeer te schrijven voor je klant. Probeer niet te denken in hoe vaak moet ik een zoekwoord nou wel of niet op een pagina zetten. Dat is totaal niet nodig. Schrijf gewoon voor je klant. Hou wel rekening mee dat je voor één bepaalde zoekterm gaat schrijven. En meestal ook voor een bepaalde zoekintentie. Als je dat weet, kijk voor jou als voorbeeld te nemen, voor het woord verf, kunnen we ook misschien eens even meteen invoeren. Verf en dan Nederland.
Nou, dan zien we hier eigenlijk al meteen dat de moeilijkheidsgraad van dit zoekwoord 56 is. Dat is best moeilijk. Het heeft best wel een groot zoekvolume van 10.500 per maand en stijgt nog steeds. Ik zou dus verf ook niet als eerste als zoekwoord pakken om te gaan gebruiken, zeg maar. Hier hebben we nog zoekwoord ideeën. Daar zien we dus wel dat het zoekvolume wat minder is. Maar misschien juist wel goed genoeg voor jou om mee te starten. Ik denk dat je bijvoorbeeld met laag zoekvolume best wel heel snel iets kunt bereiken. Ga niet meteen voor die echt grote zoekvolumes en die hele moeilijke, hele hoge moeilijkheidsgraad van zo'n zoekwoord. Nou kijk, moeilijkheidsgraad 5, zoekvolume 40. Mocht dit in jouw straatje zijn, dan zou ik daar zeker op gaan inzetten. Krijtverf is belangrijk, zeg je. Nou, dan gaan we die gewoon even erbij pakken. Krijtverf. Ook nog makkelijk. En dan zien we ook dat deze ook nog steeds aan het stijgen is per maand. En hier hebben we eigenlijk alle vergelijkbare zoekwoorden, gerelateerde zoekwoorden en het laag zoekvolume. Maar ik vind laag zoekvolume vind ik niet echt iets waar je op moet letten, maar wel wat je heel goed kan gebruiken. Nou, krijtverf, effect, muur. Ik denk dat jij wel weet wat ze mee bedoelen. Maar dat zou misschien wel eens een hele mooie tutorial kunnen worden over hoe dat je krijtverf effecten krijgt op een muur. Als je dit pakt, dan heb je best wel kans dat je daar heel hoog kunt scoren in je zoekresultaten. Dat is het mooie dus, dat je hier meteen kunt zien wat er gebeurt. Oké, ik zie inderdaad dat het beeld vaststaat, JP. Ik ga eens even kijken of dat ik daar iets aan kan doen. Dan gaan we even deze erbij pakken. Als het goed is, zien jullie mij nou wel? En dan ga ik deze... Oh, wacht, ik weet al wat er gebeurt. Ja. Yes, ik ben er weer. Top, dankjewel jongens. Even kijken, hij blijft het nou wel doen, hè? Dan gaan we even kijken, krijtverf was belangrijk. Wat geeft het totaal aantal zoekwoorden precies aan? Iets met PPC. PPC is pay per click. Ik weet even niet waar je het totaal aantal zoekwoorden zag, Erika. Maar het zoekvolume, dus dit totaal, 8,7k, wil zeggen hoe vaak zoek gemiddeld mensen in Nederland op het woord krijtverf. Nou, en dan zie je hier dat er gemiddeld 8,7k wordt gezocht per maand. Ik hoop dat het zo duidelijk was. Ga ik even hier verder mee. Op het woord krijtverf zien we ook de websites die in de SERP, dus de zoekresultaten van Google staan. Weet je ook meteen wie je concurrenten zijn. Zou ik nog even niet naar kijken. Het belangrijkste is dat we hier de zoekresultaten hebben en de zoekvolumes. Wat we ook nog hierbij bij de zoekresultaten kunnen zien, is dat we dus vergelijkbare, gerelateerde en laag zoekvolume. Gerelateerde zoekwoorden aan krijtverf is dus waar veel op gezocht wordt. Nou, die kunnen we dus ook weer rangschikken van hoog naar laag. Hier hebben we meubels verven, krijtverf kleuren. Daar wordt dus 880 keer op gezocht. Relatief makkelijk. En dit zijn jouw directe concurrenten. Dus dan weet je al eigenlijk bij wie je in de buurt moet komen om dat te realiseren en wat voor verkeer dat ze krijgen. Is niet onmogelijk hoor, om dat te kunnen halen. Maar dan moet je wel even goed kijken hoe dat je je pagina indeelt en dat een duidelijke structuur krijgt. Nou, deze laat ik even overslaan. Dit is gewoon het organische resultaat. Dit zijn
de zoekfuncties van Google of de zoekresultaten van Google. Even kijken, is het zoekwoordenonderzoek in dit geval wat duidelijk of zijn er daar nog vragen over? Even kijken, Erika, is het moeilijkheid een getal tussen 0 en 100 en wanneer is het echt moeilijk? Ja, het is een getal tussen de 1 en 100. Hypotheek, laten we die eens even als voorbeeld nemen. En dan gaan we Nederland pakken. 92, extreem moeilijk. Dat is ook wel te verwachten natuurlijk. Dus het is tussen 0 en 100. Dit is echt moeilijk. Maar je hebt ook andere zoektermen die misschien een stuk minder... De krijt was al een hele makkelijke. 7. Dat wil zeggen dat je dus weinig concurrentie hebt en dat je dus relatief simpel in de top 10 kunt komen. Moet je nog wel wat voor doen, hoor. Moet je de juiste URL-structuur hebben, moet je de juiste tekst hebben op je pagina's, moet je de juiste backlinks hebben. Maar het is makkelijker als het woord hypotheek. Ik hoop dat het zo duidelijk is voor je. Voor wat dit betreft het zoekwoordenonderzoek ga ik naar de backlink checker. Vind ik ook alweer een hele leuke. Wat doet dit? Dit doet eigenlijk niks anders dan gewoon jouw complete backlink controleren. Dus van jezelf, laat ik die van mezelf eens doen. Deze zal wel heel weinig backlinks hebben. Zoek. 7 en 6. Nou, kan ik het volledige rapport ontvangen? Nou, dit is misschien nog niet zo'n heel goed voorbeeld. Ga ik even een andere site. Kan ik iemand anders zijn site hierin gooien? Wil je dat? Wil je site even hierin zien? Zet het even in de comments. Dan ga ik hem gewoon even erin zetten. En anders dan pak ik gewoon even die van Coolblue. Dan kun je ongeveer zien wat er gaat gebeuren. En dit is denk ik ook wat jij bedoelde met Ahrefs, als hij dat wil doen. Dat is ook wel weer een hele grote natuurlijk. Ook in het paars roept Claudia. Nou, dan gaan we die ook in het paars.nl. Gaan we die even erbij pakken. Kijk eens. Dan zagen we het al. Wat we hier in één oogopslag zien is een domain trust, een page trust. Dit zijn metrics punten van SA ranking. Een domain trust van 32. Dit gaat van 0 tot 100. Naar 100 haal je bijna nooit. Als je op 32 zit, zit je best goed, Claudia. Niks mis mee. Page trust is hetzelfde. Dit is een schaal ook van 1 op 100. Hoe goed staat er? Kunnen deze pareren in zoekresultaten? Is ook weer een getal van SA-ranking, hetzelfde als de Ahrefs, de Domain Authority, de Page Authority. Controleer dit gewoon samen met jouw concurrenten. Het aantal ankers, dus het aantal teksten van jouw links, dat zijn deze. Als het niet duidelijk is, laat het meteen even weten. Do follow en no follow links. Ik zie hier dat jij 34% follow hebt en 66% no follow. Dat is best wel veel no-follow, moet ik zeggen. Daar is iets meer aan de hand. Claudia, kijk daar eens naar. Want dat is vreemd dat jij 66% no-follow hebt. Zullen we daar eens verder induiken, mocht dat kunnen. 443 verwijzende domeinnamen. Dat is netjes hoor, super. Zijn er best veel. 337 verwijzen naar je homepage en 106 naar andere pagina's. Dit mag wel wat beter verdeeld worden, zodat je wat meer naar je productcategorie of naar je blogartikelen gaat linken. Aantal backlinks zag ik naar de homepage en naar andere pagina's. Dit gaat al wat beter. Nou, het aantal edu en government links, nou, niks. Nou, die heeft bijna niemand. Geen probleem verder mee. Dit laat ik even wat het is, dat is voor later. Hier zie jij je referring domains, dus hoeveel domeinen linken iedere keer naar jouw site toe. Nou, dat gaat langzaam en netjes omhoog. Ziet er goed uit.
Het aantal backlinks, nou, hier gaat iets omlaag. Is verder ook niet zo, zo schokkend hoor. Dan gaan we hier even verder kijken. Hier heb je jouw... ik denk ik jouw 66% van jouw nofollow. Ik denk ergens op een forum dat je zit of zo, Claudia, met waar je avatar het instelt. Backlink anchors. Ja, kan ik veel over zeggen. Allemaal ook in het paars. Probeer het ook wat te variëren, zodat je ook echt meer andere backlinks krijgt. Hier heb je zelfs een puntje, 50 keer. Dat is jammer. En waar komen ze vandaan? Nou, Nederland, helemaal goed natuurlijk. Want je bent ook Nederlands gesitueerd met je website. Dan mag de meeste mogen ook uit Nederland komen. Dit is natuurlijk ook heel mooi om bij een concurrent te gaan bekijken. Dus zien we bij een concurrent welke backlinks ze hebben. Waar komen ze vandaan? Welke domeinnamen hebben ze? Welke sites worden ze nou gelinkt? Nou, dan kan ik hier mooi zien. Je hebt heel veel startpagina's. Hier VTW-onen. Netjes, mooie link. De Zwijger ook al een mooie link. Dan zou ik als concurrent kunnen zeggen, die wil ik ook hebben. Wat hebben die nou gedaan? Nou, die kan ik dus bekijken. Dan kan ik zien, van, misschien kan ik dat ook nog wel eens regelen om daar een link te krijgen. Op deze manier kun je het complete backlinkprofiel van jouw concurrent bekijken en zien waar je nu daadwerkelijk tussen staat. En waar hun dus tussen staan en waar jij misschien nog niet tussen staat. Hoe hoger dit getal, de domain rank, domain trust, hoe beter het is voor je. En overal één backlinkje is prima hoor. 1, 2 maakt niet zoveel uit. Probeer in ieder geval vast met 1 te beginnen en daarna schroef je ze maar op. Mocht dat voor jou van belang zijn. Als je dit goed doet, dan kun je hier jouw concurrenten echt heel goed bekijken. Waar hebben hun nou de links vandaan? Welke domeinen moet ik nog pakken om ervoor te zorgen dat ik net zo hoog score of beter score als mijn concurrent? Heel krachtige tool is dit, die dus echt precies kan laten zien waar jouw concurrenten of waar je zelf jouw links vandaan hebt gehaald. En ook echt precies welke anchor, welk doel URL, de domain trust, de page trust. Als iedereen weet wat het inhoudt, als je het niet weet, hover over de PT heen en er komt een korte uitleg bij. En wanneer dat die voor het eerst gezien is dus. Op 12 januari heb je waarschijnlijk deze link verkregen. En sindsdien staat hij er. Is dit duidelijk voor iedereen? Want dan kunnen we verder naar de volgende. Kijk, hier zien we ook nog HTTP staan. Dat je nog 2247 backlinks hebt op HTTP. Mocht je nou echt tijd over hebben, zou ik ze een keer laten aanpassen. Op zich niet zo erg hoor, want ze werken nog gewoon. Maar HTTP is toch wel iets wat jammer is dat het blijft staan. Oké, volgende ga ik naar de rapportages. Ik denk dat dit voor de meeste van jullie niet echt van meerwaarde is. Heb je nou een agency, heb je nou een bedrijf en heb jij meerdere webwinkels als klanten, dan kun jij een mooie rapportage maken. Nou, hey, Coolblue, ik heb een mooie rapportage voor jullie. Die gaan we eens even toesturen. Dus je kunt hier echt jouw... Eigenlijk in één keer kun je alle statistieken doorsturen naar jouw klant. Ik weet niet of dat toevallig ook nog mensen kijken die een agency hebben. Dan heb je hier natuurlijk een ontzettend mooie overzicht van alles wat je door kunt sturen naar jouw klant. Je kunt hier dus ook echt alles aanpassen wat je wil. Nou, wil je een SEO-rapportage sturen?
dan pakken we het SEO-rapportage. En dan hebben we hier gewoon in één keer alles in beeld van SEO-rapportage. Wil je een ranking report, wil je, noem maar op. Je kunt het gewoon laten zien en je kunt het direct naar je klant sturen. Het mooie is dus ook gewoon dat je dit dus gewoon helemaal kunt aanpassen naar jouw eigen look en feel van jouw bedrijf. Voor de meeste, denk ik, van ons die kijken, is het niet echt belangrijk. Want ja, dit stuur je naar je marketing manager of naar je klanten toe. Mocht er iemand hier vragen over hebben, laat het ook gewoon rustig weten. Hè? Maar ik denk dat dit voor als webwinkelier zijnde, is dit niet van toepassing. Wat hebben we dan nog meer? Ga ik er nog één of twee tussenuit halen? On-page SEO controller. Wat kunnen we hier doen? We hebben hier de mogelijkheid om per pagina te controleren hoe de pagina ervoor staat, zeg maar, op een bepaalde zoekterm. Mocht iemand zijn website, mocht iemand een pagina hebben die hij wil controleren op een bepaalde zoekwoord, laat het even weten in de comments. Zo niet, pakken we gewoon even weer onze grote vriend Coolblue als voorbeeld. Dus ik wil de pagina coolblue.nl voor het zoekwoord Coolblue kijken wat daar de status van is. Dit duurt even. Ik heb geen wachtmuziekje of zo, dus ik laat deze even draaien. Dan ga ik naar een andere. Even kijken, heb ik nog een andere. Zoekwoorden groeperen. Dan ga ik even kijken of dat ik hier wat heb. Want dit is wel een mooie krachtige tool. Test. Want wat we hiermee kunnen doen, is dat wij in de zoekresultaten. Nu wordt het wel wat technischer en wat moeilijker hoor. Ik hoop dat jullie er nog bij zijn. Ik kan met deze tool, kan ik in één keer alle zoekwoorden groeperen voor een bepaalde pagina, waarbij de zoekresultaten meetellen in mijn groepering. Even kijken, test. Test. Je kunt hier je zoekwoorden invullen. En dan, ja, te laag saldo, gaat niet. Ik zal hier een link doorsturen wat ze hier laten zien. Want dit is wel wat wordt afgehouden van je saldo. Er wordt gecontroleerd in de top 10 posities van Google op deze zoekwoorden. En dan worden ze gegroepeerd op basis van wat voor jouw pagina het belangrijkste is. Best complexe materie. Ik deed dit altijd handmatig. Meestal was het dan 1-2 dagen kwijt om alles te groeperen. Hiermee scheelt het mij gewoon een dag werk. Dit is echt wel hogere wiskunde, om het zo maar te zeggen. Mocht jullie daar meer informatie voor nodig hebben, laat het me even weten. Dan ga ik ervoor zorgen dat jullie die video krijgen. Zodat je ook weet hoe dat werkt. Even kijken. Diana stelt nog een vraag. Waar plaats je die? Als je afspraak hebt bijvoorbeeld. Ik snap je vraag niet heel goed. Waar plaats je die? Ja, je hebt je backlinks, die kun je bij je project plaatsen. Bij je backlink controle. Dus hier kun je je backlinks plaatsen. Mocht je nu backlinks willen krijgen van bloggers of andere zaken, ja, dan laat je die plaatsen in de tekst van een blogartikel.
En je krijgt daar waarschijnlijk een mailtje terug. Ik heb het op deze URL geplaatst en die URL die kun je dan hier weer toevoegen. Ik hoop dat het wat duidelijk is. Even kijken, je zegt zoals de paaspagina, die heeft veel backlinks, maar zet je hun pagina ergens tussen. Ga even terugkijken naar de backlink checker. Ik denk dat jij deze backlinks allemaal bedoelt. Deze backlinks die zijn, die kun je gewoon aanvragen op startkanaal.nl of op startpagina.nl of jouw pagina begint hier. Kun je ze allemaal aanvragen. Sommige vragen een link terug en andere vragen er geld voor. Mocht je daar meer informatie over weten, laat me even weten. Kan ik jou wat extra informatie toesturen hoe dat jij voor jouw site weblinks of backlinks kan bemachtigen. Ik zag ondertussen dat de on-page SEO-controle klaar was. Dus gaan we kijken wat op dit moment Coolblue voor een score heeft voor de pagina Coolblue.nl. Zo zie je dus dat de website leeftijd, MOS DNA, die is allemaal goed, backlink controle is goed. Support toe aan de title tag. Nou, waarschijnlijk hebben ze dus geen title tag. En hier weer een dubbele titel, want hier verwijzen we naar de app. Hier kun je dus precies zien waar jij jouw specifieke pagina op moet optimaliseren voor een specifieke zoekterm. Belangrijk om in de gaten te houden hier is dat jij ook zeker weet dat jouw pagina geschikt is voor die zoekterm. Heb je een bepaald product, dan kun je hier de productnaam neerzetten. Kijk of dat je dan echt precies alles goed hebt en goed hebt ingevuld. Je zult het nooit 100% krijgen hoor, geloof mij maar niet. Title tags en meta description blijft altijd een moeilijk probleem. Maar zorg ervoor dat je toch rond de 60, 70, 80% kunt gaan zitten. Dan doe je het goed en dan ga je gewoon kijken hoeveel keer wordt er nou geklikt, wat is de CTR en hoeveel mensen gaan daarna ook kopen. Sta je alsjeblieft niet blind op alle scores die je overal ziet. Gebruik ook gewoon gezond boerenverstand. Dat is eigenlijk het beste wat ik je mee kan geven. Zorg gewoon dat je het simpel en dat je gewoon weet waar je mee bezig bent. Dat voor wat betreft deze algemene tools. Dan heb ik denk ik alles wel gecoverd. Ga ik even kijken of dat er verder nog vragen zijn. Zo niet, dan ga ik langzaam afronden. Hebben jullie nog vragen over bepaalde functies? Zijn er zaken onduidelijk? Of wil je nog iets anders weten? Laat het mij weten. Dan ga ik ervoor zorgen dat je die informatie krijgt. Ik weet niet of ik deze had laten zien. Dit is de gedetailleerde rankingspagina van onze website. Laat de gemiddelde positie zien. De gemiddelde ranking die we de afgelopen periode, in dit geval 3 maanden, hebben gehad. Onze zoekwoorden. En deze zijn dan gerangschikt in de groepen. En dan zien we ook wat de gemiddelde positie is van zo'n zoekwoord. Hier zien we bijvoorbeeld PlayStation 4. Op deze link zien we ook welke link er wordt geïndexeerd door Google. Nou, als we daarop klikken, dan zien we dat die op 16 mei is geïndexeerd op die pagina. Nou, dat lijkt me een goede pagina waardoor we PlayStation 4 kunnen ranken en het aantal zoekvolumes. En blijft redelijk stabiel. 1-2 puntjes zakken, positie zakken is geen probleem. Zak je wat harder, dan is er wel wat aan de hand. Zo zien we op de 3 dagen dat we dus
een mooie gelijke positie behouden. Op deze manier, deze open ik eigenlijk wel dagelijks, zodat ik kan zien op welke dag ik op welke ranking sta. Hier zie ik dat ik op een map ranking sta. Heb ik hier nog submogelijkheden? Die vind ik ook altijd wel interessant om erbij te doen. Wat ik hier nog heel even wil laten zien en dan stop ik mee, want ik kan hier volgens mij nog wel 2 uur mee doorpraten. Heb je je zoekwoorden nou ingevuld, dan kunnen we hier zien bij het zoekwoord naar welke URL gelinkt wordt, maar ook wat onze SERP-mogelijkheden zijn. Dus worden reviews weergegeven? Is er een YouTube-video die in de zoekresultaten tevoorschijn komt? Of shoppingresultaten? Of zijn het advertenties? Hier zie ik in één oogopslag dat als ik op AirPods zoek, dat ik op positie 2 sta met deze pagina en dat daar ook reviews bij zijn. Ik denk dat ik het voor nu zo wel redelijk goed gecoverd heb. Mocht je mij willen bereiken, dan kun jij een mail sturen naar patrick@saranking.com. Dan komt hij bij mij aan. En anders dan kun je me vinden op LinkedIn op Patrick Heijmans of zoek op patrickheijmans.nl. Kom je gewoon bij mij terecht. En anders dan via de webwinkel community kun je mij ook benaderen. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Ik weet dat het ontzettend veel is. Dat het best complexe materie is. Maar ik hoop dat je, al heb je de helft maar onthouden, dan doe je het al goed. Ik ga nog wel 2, 3, 4 keer een training geven. Desnoods dan ga ik hem gewoon een keer speciaal voor jou alleen geven. Kunnen we jouw website erbij pakken en dan gaan we gewoon van A tot Z nog een keer doorlopen. Het gaat erom dat je weet hoe dat het werkt, want zo'n tool heeft gewoon ontzettend veel meerwaarde als je hem ook gewoon compleet gebruikt. Als je hem niet compleet gebruikt, ja, dan loop je gewoon dingen mis. Doe er je voordeel mee. Mocht je nog vragen hebben, geen probleem. Contact me, allemaal mogelijk. JP, ik hoop dat het duidelijk was. Diana, ik hoop ook voor jou dat het duidelijk was. Claudia, graag gedaan. Jongens, ik stop ermee. Ik zie dat ik al bijna 1,5 uur aan het praten ben geweest. Voor nu, bedankt voor het kijken. Ga kijken of dat je er iets mee kunt. En ik zou zeggen, we spreken elkaar vast wel weer. Fijne avond allemaal. Tot ziens.